Het initiatief om een dagattractie te creëren in Rivierenland begint nu echt vorm aan te nemen. Het project van Aad Blom aan de A15 in Waddenooyen krijgt vorm. We zijn druk bezig met de bouw van de strekerij. Het is nu nog in volle gang. Er komt toch allemaal wat meer bij kijken als dat je denkt om zoiets te bouwen. Maar volgende week vrijdag willen we eigenlijk open gaan met de kersenverkoop. We denken dat ongeveer in september dat de strekerij klaar is en dat we dan een grote opening hebben. Een toepasselijke naam is ook al gevonden, de strekerij. De hoofdattractie is eigenlijk dat de mensen de eigen fruit kunnen plukken. En dat is in juni, juli de kersen. En dan in augustus, begin september de pruimen. En dan in eind september en oktober appelen. Een kinderboerderijtje, wat boeren speeltoestellen. Ja, dat zijn eigenlijk de attracties. Er moet wat lekkers gegeten kunnen worden. Dus we hebben een mooi restaurantje, veel met streekproducten. We hebben een soort boerenwinkel. Maar ook dat de jammetjes in de winkel gemaakt worden. De kaas in de winkel gemaakt wordt. En dan hebben we de vierde pijler zijn dan de evenementen. Maar dan de evenementen om de streek heen. Zeg maar, dus in de bloesemtijd een evenement om bloesem. Kersen, de open kersendagen. Iets met de kerst met een voetmarkt. Het begint nu een beetje vorm te krijgen. Uiteindelijk denk ik dat het heel mooi wordt. Vrijdag 27 mei begint officieel het kersenseizoen. Zoals Scheveningen traditioneel het eerste vaatje herring kent, heeft Aad het eerste kistje kersen dat op opbod verkocht wordt bedacht. Inmiddels begint ook dat een traditie te worden in de Betuwe. Ja, vorig jaar had hij dan opgebracht, dat was het eerste kistje kersen. Ik weet niet precies, ik dacht iets van rond de €3000. En daarna hebben we nog 10 kistjes kersen voor iedereen die nog wat wilde geven. En ik heb hem zelf nog iets aangevuld en toen hebben we voor het goede doel €10.000 opgehaald.